Een hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe video. Het zou vandaag een stormvideo kunnen worden. We weten het nog altijd niet. Als we zo buiten kijken, begint het wel harder en harder zwaarder te waaien. Je ziet het ook hier aan onze parasol buiten. Maar voorlopig, als het daarbij blijft, zal het wel heel erg goed meevallen. Maar toch, om zeker te zijn, hebben we toch eventjes ook onze tuinstoelen binnengezet. Want die wegen toch ook eigenlijk niet echt superveel. En we hebben ook nog onze tuintafel platgelegd. Dat dus ook minder veel wind vangt. Toch een beetje alles hier op ons terras een beetje wat eigenlijk, ja, veilig aan het stellen geweest. Laat ons hopen omdat het, een storm in nog een glas water gaat zijn. Dat het dus helemaal niets gaat zijn. Maar we zijn dan toch wel heel erg goed voorbereid. Hey, goedemorgen, kapintje. Hallo. Hey, een mooie outfit heb je aan, zeg. Ja, vind je die ook mooi? Kijk, weet je dat je dit kan doen? Kijk, hè. Goed kijken, hè. Nee, die mama pakken. Zo, kijk. Zo, poedoe. Oh, Julieke valt omver. Zo, kijk eens. Zie je hier. Maar je valt omver, liefje. Zo. Mooi hoor. Oké, Jules die slaapt nu beneden. Ik heb net alles, denk ik, een beetje wat klaargezet om dus de storm te verwelkomen in België. Het begint toch al best wel hard eigenlijk, ja, momenteel wat te waaien en te doen. Dus ik heb dan toch ook nog maar beneden op ons terras ook alles een beetje veilig gezet. Dus hierboven staan dus eigenlijk al onze terrasstoelen. De terrastafel die hebben we dus platgelegd. En ja, beneden zijn we dus nu ook al nog altijd aan het werk. Er zijn toch nog wel best nog wel wat eigen klanten vandaag op de been. Dus dat is wel weer fijn. En voor de rest ben ik nu eventjes bezig. Maar ik denk dat toch straks, al dan toch zo wat de storm helemaal, er is dat toch wel veel rustiger zou worden. Of zelfs misschien helemaal niemand meer te zien. Even checken. Oh, ben je niet meer aan het slapen? Mama dacht dat je nog altijd aan het slapen was. Hé, hey, waar is je kous? Hé, jullie. Wel een lekker ditje gedaan, hè? Zo een beetje gewiebeld. Ja? Boedoe. Ja, wil je eruit? Oké, mama gaat je eruit halen, hè? Ja, mannetjes, het begint hier al. We hebben ze net ook al ons bord binnengezet hier. Maar onze deur waait dus constant op. En dan wordt hier echt een slijkerig gevoel, want het is aan het regenen buiten. Zie zo weer toe. En ik weet zeker dat ze toch weer binnen de x-aantal tijd terug gaat openwaaien. Aan het overdrijven, joh. Ja. Een beetje aan het wagen, meer niet. Hè. Ja, maar toch. Zo mensen blijven binnen, ja. Het wordt genoemd de ergste storm in 30 ja. jaar. Hè. Mijn Stiva was, die stuurde net dat hij op zijn werk is in Lier. En daar is het al gigantisch hard aan het regenen, waaien. Alles vliegt er in het rond. Wel, daar straks trouwens ook eigenlijk een vliegende plank in onze tuin. Er waait een plank van iemand anders in onze tuin. Een beetje waaien, allee, ja. Dat kan geen kwaad zijn. Ja. Ik vind het heel goed meegevallen. Ja? Oké, okay, ja, voorlopig ook nog wel. Situatie. Ja. Alle bomen staan nog recht, alle huizen staan nog recht, alle daken zijn. Nee, ja, dat is waar. Er is niks mis eigenlijk, hè. Nee. Een beetje aan het waaien, ja, ja. Aan het regenen. Maar ja. Ik vind dat heel goed meevallen tot nu toe. Ja, oké. Okay. Moet je niet overdrijven. Nee. Maar het heeft er natuurlijk dus wel voor gezorgd dat, kijk eens hier. Net zijn de laatste klanten op tijd, die gingen allemaal nog iets drinken, maar die zijn vertrokken omdat ze zagen dat het zo slecht begon te worden. Ze zeiden ja, nee, het gaat stormen en al, het wordt de ergste storm ooit. We moeten thuis zijn. Ja. Zien dat ons dak op ons, niet wegwaait. Op ons huis blijft staan. Ja. Ja. Ik drink nog een koffietje, ik maak me helemaal geen zorgen. Oké, okay, gelukkig. Ja. Zie die bomen maar eens waaien. Van links naar rechts. Goh ja. Ja, het is waar. Er zijn hier en daar wel een keer. Ik heb een rukwind dat het allemaal zo eens goed een bepaalde richting uitgaat, alles. Maar ik vind het eigenlijk nog wel meevallen. Ja, ik ben. Op dat punt moet het voor mij al serieus wat doen om mij, om mij zo te overtuigen van. Ja, nu is de storm. Bovendien vind ik het alleen wind niet krachtig genoeg.
moet van mij dan, als het echt zo stormweer is, dan moet het nog eens goed regenen, goed donderen, bliksemen en alles erop en eraan. En dan geeft dat ook meer kracht, vind ik, met zich mee. Dan is dat zo, ja, het is dan echt aan het onweren. Maar nu is het enkel maar een beetje waaien eigenlijk. Oh ja, ik vind het echt wel meevallen hoor. Ik snap niet waarom dat mensen hier zo over praten alsof dat nooit gezien is. Allee, ja. Kijk, ja, je ziet ze wel gaan, maar die bomen die gaan wel vaker van links naar rechts, hoor. Hoge bomen vangen veel wind, hè. Dat is een spreekwoord, maar dat is nog een keer de waarheid ook, hè. Kijk, eigenlijk als je naar deze struik hier kijkt, ja, daar zit bijna zelfs zit gewoon geen beweging in. Onze bomen hier ook, die takjes, die bewegen gewoon quasi niet. We kunnen nog niet echt spreken van een grote storm of zo, hè. Maar dat vind ik toch, hè. Hier, de parasol, die blijft gewoon hangen. Allee, op een beetje beweging na. Ja, hallo. Eén ding is zeker, wij gaan kunnen vertellen op het einde van de dag, allee, in ieder geval dat hoop ik toch, wij hebben de storm van 2022 weer overleefd. Ja, die gigantische storm. Hè. Ik heb nu even nog de deur dicht gedaan, want dat is wel zoiets, als het dan waait de deur wel vaak open bij ons in de zaak. Dus ik heb die nu al een paar keer moeten dicht doen, nu ook weer opnieuw. Ik hou het nog even vol. Maar ik denk dat het straks tijd wordt om onze zaak op slot te draaien. Want ja, er zijn zoveel mensen bang geworden eigenlijk van ook dit weer. Dat ze dus blijkbaar toch echt allemaal binnen blijven. We hebben ook een paar annulaties gekregen. Gelukkig niet 's morgens, want 's morgens zijn we er allemaal nog een beetje van gespaard gebleven. Maar we merkten zo vanaf 2 uur, zoals ze dat ook in het nieuws hadden gezegd, vanaf 2 uur wordt het erger. Ja, nu waait de deur weer open, denk ik. Of er zou iemand moeten zijn. Nee, het is de deur die openwaait. Ja, dus vanaf 2 uur dan zou het dus erger worden. En vanaf toen hebben we ook geen mensen meer gezien. Vanaf toen is het ook echt al beginnen waaien natuurlijk. Maar dus opnieuw, we hebben ooit al eens erger weer gehad, vind ik zelfs. Dat de deur echt open ponkte en weet ik veel wat. En toen zat de zaak hier gewoon bomstevol. Maar toen hadden ze het natuurlijk ook niet echt zo'n heisa rondgemaakt op de sociale media en in de kranten en zo. Ja. De deur is weer opengewaaid. Dat is dan weer wel vervelend, hè. Dicht. Nee. Dicht. Hey, Jolien die stuurt mij een berichtje dat ik boven moet komen, want ze is heel bang. Ze zit boven trouwens met Jules. Ik heb gezegd tegen haar, van ga je maar naar boven als dat toch zo rustig is in de zaak. Kan je beter eventjes een beetje boven knuffelen met Jules. Ik ga stilletjes naar boven komen. Blijkbaar zou het boven heel erg moeten zijn. He, is het hier zo erg dan? Hier beneden merk je er niks van. Ligt er lekker. Allee, wat is er nu zo erg hierboven? Het waait gewoon een keer, de bief van alles in het rond. Ja. Ja, inderdaad, hier heb je wat meer zicht op het stormweer. Je ziet ook wat meer niks, bomen. Nu is er nog niks, wacht maar. Ja. Het moment was echt heel die beeld, die boom dat daar staat, dat die bomen die helemaal opzij hangen. Ja. En je ziet duidelijk, daar zit ook nog een keer een dode boom tussen. Zie je, dat is kaal. Ja. Dus die zal ook wel... Ooit al een keer, maar dat is nu niet gebeurd, hè. Het is gewoon verzwakt, dus die kan sneller omvallen. Kijk, de buur daar staan ook al buiten, daar te kijken. Ja, schat, ja, dat is toch normaal, hè. Ja, ik hoop maar omdat deze bomen niet... Ja, als deze bomen deze richting uitkomen, dan vliegt het hier tegen het raam. Maar dan is er nog altijd geen... het is nog altijd niemand dood, hè. Zeg. Ja, maar ik vind dat we niet mogen overdrijven. Ja. Het is inderdaad aan het waaien, maar we hebben al veel... Ik ga eens buiten gaan kijken. Allee, waai niet weg, hè. Zie dat het blijft staan, hè. Ja. Ja, allee. Ja. Is het niet mooi weer om een keer op een lichtbedje te gaan liggen? En wat vind je ervan? Valt toch goed mee? Ik heb echt al erger geweten, hoor. Ja, valt wel mee. Ja? Op het eerste zicht heeft de storm geen schade aangericht aan ons huis. Dat weten we eigenlijk niet heel zeker, want het is momenteel donker buiten, zoals je hier achter mij ziet aan het raam. Maar we hebben dus wel een probleem. Blijkbaar, dat was bijna aan het afkolven, blijkbaar zou dus de wind in onze schouw gegaan zijn en daardoor werkt dus nu onze verwarmingsketel niet. Dus Jenna zit nu in onze kelder en die probeert die aan de praat te krijgen. Maar dat lukt eigenlijk niet. En wow, een hele lage kelder. En dat lukt dus niet. Dan zit die dus. Lukt het?
Ja, ik heb hier ook zo een knopje en dat is, dat zit hier blijkbaar in, dat bakje. Dat krijg ik er niet uit. Heb jij dat nodig? Dat weet ik niet, misschien. Het is het knopje naast het waakvlammetje, misschien heb ik dat nodig. Oké. Ik wou je dan nu eruit te keuteren, dat is pruts weg. Ja. Oké, hopelijk lukt het. En we hebben morgen vroeg al direct, al vrij vroeg ontbijters, dus dat belooft. Momenteel is het 14, 15 graden in ons huis. Dus het is best wel eigenlijk fris. Laat ons hopen dat het terug opnieuw aangaat. Maar dat zie je morgen in de video, want hier ga ik dus deze video afsluiten. Tot morgen! Altijd problemen, hè. Problemen. Miserie. Ja. Oh, jongens. Hey, is dat mogelijk weer? Zo zeg ik, bekijk ook een keer deze probleemvideo hier. Dat was van toen de keer dat onze wc verstopt was en overliep. Amai. Tot morgen!